met jou zou ik wel een beschuitje willen eten. Dat denk ik toch niet, verrekte koekwous. De koekwous is een hype op TikTok. We verrassen Roel Jongenelen met een bezoekje en vragen hem, hoezo? Zo, bestemming bereikt. Hey Roel! Hey, wat leuk! Surprise! Zo. Surprise! Wij zijn zo benieuwd hoe het gaat met de TikTok filmpjes. Kom erin! Met jou zou ik wel een beschuitje willen eten. Dat denk ik toch niet, verrekte koekwous. Wij zijn zo benieuwd hoe het staat met al die TikTok-filmpjes die zo'n hype zijn op Facebook. Nou, ik zou liegen als ik niet elk half uurtje even kijk. Of elke 20 minuten, elk kwartiertje, elke 10 minuten. Maar hij staat nu op 3000, dus dat is gigantisch veel. Hé, wat levert dat op behalve eeuwige roem? Ja, veel te weinig. Je moet denken, er zijn 3000 filmpjes. En sommige van die filmpjes zijn honderdduizenden keren bekeken. Dan heb je het dus over miljoenen keer dat dit filmpje langskomt. En ja, een paar honderd euro, dan maak ik heel erg in mijn handje klap. Okay. Waar komt dat eigenlijk vandaan, dat koekwous? Koekwous, ja, ik denk dat het origineel eigenlijk de wereld is geholpen door de New Kids. Koekwous! En enkele jaren later heb ik het idee gehad, of ik doe het samen met een team eigenlijk. Ik schrijf dan het liedje, maar er kwam iemand van, hey, kunnen we iets maken over een koekwous? Nou, zo gezegd, zo gedaan, zo is het eigenlijk begonnen. Want wie heeft nou die leuke oogjes bedacht? Ja, dat is gewoon een filter op TikTok. Dus iemand heeft een stukje uit mijn liedje gepakt. Dat deed ik toch niet, verrekte koekwous. En er zit zo'n filter in, waardoor als je erin kijkt, ik heb het zelf ook geprobeerd, en je kijkt terug, dan gaan je ogen van links naar rechts. Nou, en dat is opgepakt. Ja, zo ontstaat een hype eigenlijk, zonder dat je het afspreekt. En ik kreeg het opgestuurd, ik denk, nee, en toen voelden wij al met z'n allen van, nou, dit zou zomaar eens iets kunnen worden. Dit is zo leuk. Nou, dat was ook zo. Dus, en iedere pling is weer een nieuw filmpje? Dit is wel iemand van het team, ja. Wij zijn met z'n vieren. Die ga ik toch even noemen. Dat is Jos van der Pluim. Dat is Andy Broeders en Gino Schipperen. Wij zijn dan een soort clubje en wij verzinnen ideeën. En die hebben ook het idee opgevat om dat liedje van Koekwous te maken, wat 2 jaar geleden is uitgebracht. Hey, dat is dikke pret als jullie samen bezig zijn. Ja, we hebben wel pret, ja. Maar het is... Het is niet alleen, de meesten die in de clubje zitten verdienen ook de geld maken. Geld verdienen met dit. He, dus dit is hun beroep. Dus het is ook wel een leuk clubje, maar we moeten er ook wel van eten natuurlijk. Oké, okay. Hey, dankjewel. Geen dank. Ben jij in de koek?